Hey ouders, Rodi hier en ik ga het met jullie vandaag hebben over de Ouns server. Nou, velen van jullie zullen waarschijnlijk denken, waar blijft die Ouns server? Niet veel te lang dit. Nou, zoals jullie zien zijn we sowieso nog druk bezig met spam. Dus er moet nog echt heel veel aangedaan worden, maar waar blijft die server nou? Nou, als eerste, zoals jullie velen van jullie weten, 1.7.2 volgens mij nu alweer is uit. En dit is eigenlijk nog niet echt voor servers. Tenminste, als je een soort van server draait met plugins, noem het dan maar op. Die is er nog niet uit. Helaas. Ze zijn er druk mee bezig, zoals ik weet. En daar moeten we eigenlijk nog even wachten. Want ik zou het liefst eigenlijk wel even wachten totdat die update uit is voor de server ook. Zodat de wereld daarop aangepast kan worden. Want anders zitten we daar straks weer met een oude wereld. En dan moet weer alles opnieuw gedaan worden. Dus ik zit daar eigenlijk nog een beetje op te wachten. Totdat die uit is eigenlijk. Sowieso kan ik nog wel even wat dingen laten zien. Hoe de server nou ongeveer eruit ziet. Dit is de binnenkant waar we mee bezig zijn. Een koepel. Dit is namelijk de toren in het midden. Er zijn wat dingen veranderd hier achter nog. Van alles erbij is een gebouwtje waar ik die speedbuild nog had. We zijn nog druk bezig. Er moeten nog heel veel details gemaakt worden. We zijn net klaar met die trap hier aan de binnenkant. Dus er moet nog heel veel aan gebeuren. We hebben tevens wel heel veel plugins al getest en zo. De monsters wordt nog getweaked. Misschien gaan die er zelfs nog uit. Maar dat gaan we nog even kijken. Wat ik er ook nog kan zeggen is dat de economie van de Ouns server gaat draaien op gewoon Emerald. Dit ook mede omdat wij het vinden eigenlijk dat de server gewoon zo classic mogelijk moet blijven aan Minecraft. En dan zou je denken van ja, hoe kan ik dan shops maken, noem het dan maar op. We hebben ook een aantal plugins waarbij je dus ook shops kan maken. Heel makkelijk met de interface van de villagers. Zodat je dus traden met emeralds. Met de interface van de villagers. En dat... dat kan je op die manier doen. En tevens zijn er ook wat aantal dingen gemaakt. Ready gemaakt voor de donators. We hebben echt hele vette dingen voor mensen die gaan doneren. Like en subscribe zou ik zeggen. Als je op de hoogte wil blijven van de Ouns server. We zijn er druk mee bezig. Als het echt te lang gaat duren voor 1.7 server update. Dan denk ik dat we dan toch maar wel gewoon op de 1.6 moeten gaan draaien, maar ik hoop het niet. Ik hoop dat hij snel komt en dan kunnen we met z'n allen gezellig gaan gamen. Nou, wat ik al zei, like en subscribe als je op de hoogte wil blijven. En tot de volgende Minecraft Woensdag, waar ik waarschijnlijk iets ga doen met de Hunger Games.